De galerie Pulff wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe lichtentoonstelling en zoals je ziet wordt het heel mooi. Jaarlijks geeft de galerie de donkere wintermaanden kleur met haar lichtentoonstelling. Deze keer wordt de binnen- en buitenkant omgetoverd in een thema van water. Drie jonge kunstenaars maken met ervaren lichtkunstenaar Tamar Frank een gezamenlijk lichtkunstwerk speciaal voor de galerie. Een stukje bij beetje krijgt dat mooi vorm. Het water gaat op verschillende wijzen door de galerie vloeien, zowel letterlijk als figuurlijk. Je kan alvast van buiten afkijken naar de voortgang, maar deze zondag 21 november is het een tentoonstelling in zijn geheel te bewonderen tijdens de opening. Kom jij ook?